dit is wel heel leuk, want het is de eerste stem in Nederland. En je merkt dat het ook heel veel aandacht trekt. En dat was ook de voornaamste bedoeling, dat vooral ook jongeren wisten dat er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ja. Bent u niet een beetje bang dat alle studenten een biertje te veel op hebben, dat ze straks het verkeerde kruisje invullen? Nou, ze kwamen nog heel bekwaam over in de gesprekken die ik net met had. Dus voor mij gaat het wel goed. En anders schrijft de voorzitter van het stembureau wel in. Kijk, als iemand vaker komt, dan is het thuis wel heel logisch om het hier te doen. Ik vind het wel heel positief, want daardoor trek je ook de jongeren wat meer naar de stembus. Dus dat vind ik een heel groot goed. Het is wel wat anders, hè, stemmen in de kroeg. Ja, sowieso. Ja. Ik had niet verwacht dat het zomaar zou kunnen. Maar de opkomst is super groot, dus leuk. Wat vind je van deze actie? Ja, supergoed. Weet je, het vliegende paard is altijd heel erg actief. En je ziet de rij hier staan. En er zijn allemaal mensen onder de 30, kan ik denk wel zeggen. Dus ja, gewoon tof dat op deze manier de jeugd ook lekker gaat stemmen. Dat vind ik echt goed. Ja, zeker leuk. Het is niet mijn tweede keer dat ik mag stemmen. En het is de eerste keer echt met een biertje in je hand. Ja, dat is bijzonder moet ik zeggen. Het is nooit iets wat ik had verwacht te gaan doen. Sinds dat ik jou ga stemmen. Ja.